Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht um. Uur. Er zijn vragen binnengekomen van de fracties van Leefbaar Almelo en GroenLinks. En we beginnen met de vragen van Leefbaar Almelo over hoe helpen we de mensen de winter door? Hoe helpen we de dak- en thuislozen? Hoe helpen we mensen thuis die bijvoorbeeld door achterstand in betalingen van energie afgesloten worden? Welke mogelijkheden zijn er voor mensen in problemen te weten te komen hoe ze geholpen kunnen worden? En als extraatje... Er zijn meer probleemsituaties. Mocht u in de gelegenheid zijn ook de andere problemen onder de loep te nemen, dan zou dat mooi zijn. Niemand hoeft in Almelo op straat te slapen. Daarvoor hebben we een voorziening. In concreto is dat een nachtopvang. Ik weet dat de opvang zelfs niet voldoende is als de omstandigheden slechter zijn. Zolang het redelijke omstandigheden zijn, dan valt het allemaal nog wel mee. Dan redden de mensen zich wel, maar als het echt 10 graden vriest bijvoorbeeld... Dan komt de opvang tekort, want er zijn er veel meer mensen die in de problemen komen door de omstandigheden. En we hebben ooit toegezegd dat er niemand buiten, onnodig buiten is. En we doen daar wat te gemakkelijk over, want we zeggen ja, er is wel opvang. Die opvang is in noodgevallen niet toereikend. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat in noodgevallen er extra is. En daar had ik op gehoopt dat ze zouden zeggen ja, we weten dat de opvang zo af en toe niet toereikend is. En dan hebben we extra maatregelen. En ik weet ook wel dat die wel komen, maar het vervelend is, ze zeggen er niks over. En ik wil juist dat ze elke keer duidelijk zijn in hoe goed het is. Want de andere vraag was, hoe weten mensen dat ze geholpen kunnen worden? En altijd goed als mensen vragen, hoe steekt het beleid van de gemeente in elkaar? En in dit geval, voor wat betreft de opvang voor dak- en thuislozen, dat ze een slaapplaats hebben en dat ze niet op straat hoeven slapen. Ja, die voorziening, die hebben wij. Klinkt een beetje met een ingewikkelde term, maar wij zijn centrumgemeentefunctie, zoals dat zo mooi heet. Ook voor de maatschappelijke opvang. En dat betekent dat als mensen geen dak boven hun hoofd hebben, dat ze hier ook dat kunnen krijgen. We hebben bijvoorbeeld de nachtopvang in de Westerstraat. En daar kunnen mensen terecht. En is die voldoende? Op dit moment is dat voldoende gebleken, maar het is echt ook nachtopvang. Het woord zegt het ook al. En... Stel, 1 of 2 nachtjes, dat is prima. Maar stel, het gaat 3 weken lang heel hard vriezen. Ja, kijk, tuurlijk moeten we dan voor die mensen kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. En dat geldt ook vooral, het werd gekoppeld aan het winterse weer. Maar het geldt in die zin op elk moment. Hè, als mensen geen dak boven hun hoofd hebben, dan kan die voorziening geboden worden. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat daar een soort van permanente bewoning als het ware is. Hè. Dus we willen wel graag die doorstroming organiseren en mensen helpen om te kijken hoe ze weer zelfstandig verder kunnen leven.